zijn vandaag in Almelo om voorlichting te geven over digitale veiligheid. Op het gebied van cybercrime, de babbeltrucs en bankpasfraude. En ook inderdaad voorlichting voor jongeren op het gebied van sexting. Wij gaan op zoek naar de burgers, naar scholieren, naar jongeren. Om ze bewust te maken over de gevaren van de internet, de digitale wereld en het voorkomen van. Ook voor kinderen hebben we alle leuke gadgets. Dat zij ook op een speelse wijze in kennis worden gesteld van social media. En allerlei vormen van cybercrime. Ja, we hebben de bankhelpdesk gehouden. We hebben de babbeltruc, dat ze bij mensen aan de deur gaan, dat ze zo vanaf van een bedrijf zijn om proberen ze binnen te komen. Of ze krijgen een WhatsAppje van zogenaamd een familielid of een broer, zus, moeder, vader. Met foto en al erbij. Dus dat is niet zo moeilijk. Kunnen ze zo een foto maken van de persoon waar het om gaat. Dus daar attenderen we ze ook op van, check het eerst altijd bij de persoon. Ja, en de babbeltruc, maar aan de deur komt van het bedrijf. Ja, we komen even uw gras nakijken van een schoonmaakbedrijf of van een zorginstelling. Of van de zogenaamde belastingdienst of van de gemeente. Mensen worden daar van tevoren voor in kennis gesteld. Dus ja, daar attenderen wij ze op. Het is iets wat heel erg speelt natuurlijk. Social media en WhatsApp is natuurlijk een prachtig middel, maar het heeft ook veel gevaren. En daar brengen wij ze graag wat over bij, door middel van wat folders die we hebben. Maar ook op een interactieve manier, door middel van Kahoot en wat aantal filmpjes die we dus afspelen in de bus. Mensen hebben allemaal een mobiele telefoon, hè, een smartphone. Maar mensen staan er niet bij stil dat ze bijvoorbeeld de WhatsApp-fraude, heel hot, op dit moment heel actueel. Maar door WhatsApp-fraude moet je wel je telefoon beveiligen. Dat is de verificatie in 2 stappen. Dan gaan we met de collega's gaan we de burgers laten zien van bent u wel of niet beveiligd. Nou, ik heb de afgelopen 2 dagen al meer dan 80 inwoners van Almelo al beveiligd. En dat willen wij ook aan de jeugd doorgeven, zodat we dat aan de ouders doorgeven. Want hoe meer kunnen voorkomen, is preventie. Want nogmaals, als ze opgelicht worden, dan komen ze aangedrongen bij de politie. En we hebben al het ontzettend druk en we proberen aan preventie dat zo over te dragen aan de jeugd en aan de ouders.